Rayman, Rabbit Peach en Rabbit Mario moeten met Phantom gaan praten voor het allerlaatste grote optreden. Maar mij viel iets op. Er is hier nog een ruimte waar Rayman, Rabbit Peach en Rabbit Mario nog niet geweest zijn. En daar gaan we eens een kijkje nemen. Oh, en maken we het theater populairder dan ooit? Ik ben heel benieuwd wat hier achter deze deur zit. Waarom ben ik hier nog niet geweest? Hier kan je ook nog van alles doen, joh. Dit is de opslagruimte. Kan ik hier een Spark vrij spelen? Waarom heb ik hierin toegestemd? Help! Niets werkt. Ik kan geen film maken in het donker. Oh snap. Er is een boxring. Rabbit Mario, pak de ladders en klapstoeltjes. Wacht, ik herken deze ring. Dat is vast voor Boxball Boy 3. De eerste twee waren hilarisch. Hey, als je fan bent, waarom help je ons dan niet even om op tijd klaar te zijn? Zegt de filmregisseur, oftewel de Spark. Ik snap niet hoe de lichten aangaan. Oké, dus we moeten de lichten hier aandoen. Die moeten we draaien of zo. Er gaat hier dus een rabbit vechten met deze grote chop. Oké, dus ik heb deze. Wat moet ik hiermee gaan doen? Blauw driehoekje. Die moeten we ergens mee naartoe nemen. Oh, dat ziet er makkelijk uit. Die is gewoon hier namelijk. Dan gaat dat weg en dan kunnen we daar de lichtknop aandoen. Oké, even koekeloeren. Vanaf dat platformpje kan ik hier naartoe. Kunnen we deze springen? Dan kunnen we hier naartoe springen. Geen idee of dit ermee te maken heeft. Die is net te ver. Zouden we deze kraan kunnen draaien of zo? Ja, ik denk dat we uiteindelijk dat moeten laten draaien met dit computertje hier zo. Oh, hier hebben we ook nog iets. Ja, kijk, hier kunnen we dus mee draaien. Ik denk niet dat hij goed staat zo. Want nu kan ik er niet op. Nee, oké. Hij heeft maar twee standen. Dus hier moeten we vooraan... Ja, dan moet hij zo staan. Maar dan moeten we daar dus achterop zien te komen op die set. En dat is nog even een lastig verhaal. Oh, wacht, kijk, ik kan hem wel doordraaien. Duidelijk, dus nu kan ik hier naartoe. Dan hier naartoe en dan daar naar de overkant. Er zitten helemaal niet twee standen op. Er zitten meer standen op, Rick. Oké, cool. Dus, nu zijn we hier. Kunnen we deze trap naar beneden laten zakken? Kunnen we hier een brug bouwen? Nee? Dan ga ik eens even met jou praten. Ah, daar is mevrouw Blastrella. Die staat hier in de opslag. Onze volgende beller zegt dat haar baas haar op haar werk belachelijk maakt om haar vervloekte status. Hallo, ben je daar? Dames en heren, het lijkt erop dat mevrouw Blastrella's dimensionele driftreizen verrassende gasten heeft. Vanwege nare netwerkrechtszaak tellen kijkcijfers niet mee bij gevechten zonder reclame ertussen. Nou, doen jullie mee of niet? Ik heb geen idee wat je van mij wil. Voltooi Blastrella's poortuitdaging. Wat moet je van me, mevrouw? Weet je zeker dat jij gevechten zoekt buiten de dimensionele drift? Luidspreken voor de mensen thuis. Ja, is goed. Ja, ik zeg ja. Oké, ik weet niet waar ik ja op gezegd heb. Wow. Spacen. Verder dimensie van het ruimteopera-netwerk versla iedereen weer. 10 man. Oké, dit zijn er best wel veel. Hier staan... Oh, dit zijn ook best wel heftige vijandjes. Dit zijn hele heftige vijandjes. Het zijn aan deze kant niet echt van die dingen die Rayman kan pakken. Daar bovenin bijvoorbeeld. Nou, ik begin natuurlijk met de kloon. De kloon van Rabbit Mario. We gaan gewoon vol ten aanval. Let's go. Let's go, Rocket. Pak ze. Dit is lekker. Lekker erbuiten. Hotse flots. Nog meer. Nog meer. Kom maar. Ontplof. Oh, die ontploffing die was niet zo goed. En hij staat hier naast mij nu. Oké, schiet hem kapot. Maar hij komt waarschijnlijk op me afrennen. Ja, dat dacht ik al. Oh, niet zo handig. Niet zo handig. Rayman wordt nu ook... Nee, Rayman wordt niet geraakt. Oké, Rayman, neem even beveiligingsmaatregelen. Goed zo. Rabbit Peach, laat hem maar even op jou afkomen. Dan kan daarna Rabbit Mario hem kapot schieten. Of mijn beveiliging. Dat kan natuurlijk ook. Ja, hotsekidee. Doei. Dag. Leef je nou nog steeds? Leef je nou nog steeds? Jongen. Hoe lang blijf je leven, gek? Hoe vaak moeten we je schieten? Tackle hem anders even kapot. Dit is echt pas nummer 1 gewoon. Hij leeft nog steeds. Oké, ik ga niet liegen. Dit wordt een flinke uitdaging. Dit wordt lastig. We moeten dit even heel rustig aan gaan pakken. Oh, er zijn ook snipers nog. Die had ik nog niet gezien, maar die zijn er dus blijkbaar ook weer. Dit is denk ik de moeilijkste uitdaging van allemaal, joh. Nou, de plopperwacht die moet gewoon altijd. Ik denk dat dat is wat Rayman nu gaat doen. Die gaat ons even gewoon beschermen. Ga proberen met Rabbit Peach om het een beetje te laten regenen hier met waterspetters en zo. Eén tackeltje. Kijk, hier raak ik namelijk best wel veel vijanden mee met deze spetters. Ja, dit is top, dit is lekker. We raken ze heel veel. Ook in de lucht wordt hij nog eventjes geraakt.
Ja, super. Nu heb ik ook Donkey Kong nog. Die ga ik ook maar eens even inzetten om ze flink te raken. Of nou ja, het is natuurlijk geen Donkey, het is Rabbit Konkie. Daarmee slopen we er in ieder geval twee. Kijk, dit is helemaal lekker. Dan heb ik Rabbit Mario nu nog over. Die zou ik ook wel even naar die kant kunnen sturen. Eens even kijken of die nog wat kan doen. Nee, Rabbit Mario die kan daar niet zo gek veel doen. Oké, dit was wel een goede beurt. Dit was lekker. De snipertjes staan lekker aan de andere kant. Eigenlijk had ik daar nu naartoe gemoeten, maar... Want die kunnen nu zeg maar niet die radar om zich heen doen, zodat we geraakt worden als we in hun buurt komen. Wat is dit? Nee! Ik wist niet dat jullie dit konden. Auw. Zo, dit deed pijn. Ik hoop niet dat die andere dat ook gaat doen die daar staat. Nee, gelukkig niet. Jemig. Oké, daar schrok ik wel van. Ondertussen komen daar allemaal vijanden naar ons toe. Zo, hoppakee. Rabbit Mario kan hem kapot tackelen. Rabbit Peach, die gaat even healen. Dat is echt zwaar nodig. Gooien we hier nog even een tackle op. Kunnen we deze kapot schieten? Dat is lekker. Oké, aan deze kant is in ieder geval alles opgeruimd nu. Daar komt een big vandaan. Oké, kom Rayman, die gaan we eventjes halen. Die kan alvast daarop gaan schieten met zijn crusher. Zou Rabbit Peach nog iemand kunnen raken vanaf hier? Dat zou wel chill zijn. Oh, die kan ook die crusher nog raken. Toppie! Oké, cool. Dat was het voor deze beurt. Dat was weer een aardige beurt. Wat gaan de snipers doen? Ja, dat dacht ik al. Dat die inderdaad die sonar weer gingen aanzetten. Heel irritant altijd. Die komt hier dichterbij springen. Zij kunnen nog niet zo gek veel doen. Ze worden ook lekker weggebounced. Dus dat is lekker. Oké, ik kan nog bewegen. Ik sta precies op de goede plek nog. Dus deze kunnen we tackelen. Zo, die is weg. Rabbit Peach kan iemand daar raken. Die kan die sniper daarboven raken. Dus dat gaan we doen. Ik ga gewoon hier een beetje afwachten. Ik denk dat ze straks een beetje langs deze kant willen komen. Dus er worden gewoon weer turrets neergezet. Ah, deze tactiek werkt wel lekker hoor, jongens. Werkt helemaal prima. Ik ga gewoon hier chillen. Dan is hier naar die sonar voorbij. En dan kan ik daarna weer een beetje naar ze toe rennen. Ja, lekker voor je sniper, meneer. Kun je wel blij gaan doen. En jij ook. Ja, jullie komen niet bij mij in de buurt zo. Ik ben in controle. Er zijn ook nog maar 3 vijanden over zo te zien. Oké, het is tijd voor Rabbit Mario om te gaan aanvallen. Zou die het redden? Oh, net niet. Ja, dan staat hij nu wel een beetje op een poepplekje, moet ik zeggen. Nou ja. Dan gaan we maar turrets gooien. Kan wel mijn hulpje oproepen. Mijn grote kloonvriend. Sturen we mijn grote kloonvriend wel naar boven. Alsjeblieft. Allemaal turrets bij jullie. Dan ga ik gewoon heel hard schieten. Dan komt hij op me afrennen, maar die turrets die gaan hem afstoppen. Oh, hij komt niet op me afrennen. Nou, oké, ook prima. Let's go, Rayman. Kan Rayman verder zweven? Als het goed is, zweeft Rayman langer? Nee, oké. Nou, dat is dan weer jammer. Dan gaan we gewoon weer de rocket doen met Rayman. Let's go, rocket. Lekker. Toppie. Wat ze vlot. Wegwezen met jullie. Bing, bing. Oh, ze zijn echt bijna kapot. Dit is wel echt een lekker teampje hoor. Zo met Rayman erbij. Ja, dit is echt super. Nou, de volgende ronde kan ik in ieder geval niet al te dichtbij komen door de sonar van de sniper vos. Tenzij ik hem in één keer kapot kan schieten. Maar dat gaat niet lukken zo te zien. Maar als ik hier loop, hè. Misschien kan ik wel gewoon met Rabbit Peach hem kapot schieten. Kijk, want die kan natuurlijk lekker naar boven schieten. Wat ziek idee. Heerlijk bezig, joh. Heerlijk. Turret protection. Oh, ik kan ze alleen net niet raken vanaf hier. En vanaf hier? Ook niet. Oké, zweven maar, Rabbit Mario. Go, 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 go. Kan jij ze raken? Niet met mijn wapen. En ook net niet met de electroshock. Nou, beetje jammer dit. Oké, kom maar, jongens. Kom maar. Daag. Doei. Kom jij ook? Helemaal goed, joh. Lekker dit. Oh, oh. Oh, rustig even. Doet hij het weer, hè? Ja, geluksvogel. Hoppakee. 2 tackeltjes erop en wegwezen. Mevrouw Brostella's challenge gefixt. Deze was lastig, maar wel leuk. Nou ben ik wel benieuwd wat ik krijg. Ik krijg een planeetmuntje. Oeh, en ik ben bijna level 9. Nou, dankjewel. Maar nu de grote vraag. Hoe kom ik daar? Of zou dat ook kunnen vanaf dat platform? Zou je dat halen? Ja, ik haal het net wel. Ik weet niet of dit de bedoeling was, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Maar dat doet er nu even niet toe. Want ik ben er gewoon. En dan kunnen we hier omhoog. En dan kunnen we ons hierin laten vallen. En dan kunnen we hier die bom oppakken. En dit oog weghalen. Kijk, super. Oké, daar hebben we geen last meer van. En dan kunnen we nu deze platformpjes dus gaan draaien. Geen idee waar ik precies naartoe wil. Misschien wel naar die kant. Is hier nog een brug te maken? Nee. Moet er blijkbaar alles gewoon springen. Go, 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 go. Go, 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 go. Naar de overkant. En vanaf hier kunnen we vast ook alweer naar een bepaalde plek toe. Eerst maar eens even omhoog. Ik kan hier omheen. Ja, ik moet hier omheen. Ik moet zo inderdaad. Is hier nog iets te vinden? Altijd even scannen. Nee, ook niet. Oh, maar kijk daar. Ja, daar hebben we iets in de lucht hangen. Eerst maar eens even die trap naar beneden laten vallen. We kunnen hier ook naar de overkant toe. Maar eerst gaan we deze eens even pakken. Want die hebben we nodig. Die kunnen we namelijk hier gebruiken om dit geheimpje te ontgrendelen. Nice.
Oké. En dan gaan we terug daarnaar omhoog, zodat we naar die kant daar kunnen. Hier naar de overkant. Dus even kijken hoor. Of we hier kunnen komen. Ik denk dat we dat wel moeten halen met een beetje geluk. Maar dit blok moet hier weg. Hoe krijgen we dat blok weg? Moeten we daarachter vallen? Zit daar een gat of zo? Kijk, kijk, kijk. We kunnen die gewoon aanzetten met de sensor. Oh joh. Er zit natuurlijk zo'n sensorteken op. Yep. Oh, misschien was dat op die andere plekken ook wel zo. Dat ik dat gewoon niet heb gebruikt en een beetje heb gecheat nu. Hé, hey, hier is een geheimpie. Lekker. Een planeetmunt. Ik zie geen duisternispool op mijn requisitenlijst. Kun jij dat voor me uitzoeken? En deze rabbit zegt, ik kan niet werken onder deze omstandigheden. Maar het is stiekem. Visie wordt vertroebeld door duisternis. Dit zijn de kunstperikelen. Niveau 4. Nou, dat moet nu wel gaan lukken. Kunstperikelen. Ja, moeten weer iedereen verslaan. Oh, 8 vijanden moeten we verslaan. Ja, hopelijk gaan zij wel een beetje snel kapot. Hoeveel HP hebben zij? 889. Ja, dat is best veel. Ze staan wel echt ver weg allemaal, hoor. Hey. Ze kunnen niet tegen schokken. Oké, dus we moeten gewoon een beurtje wachten. Ze allemaal naar me toe laten komen. Dan met Rayman ze naar je toe laten roepen. En dan de schok erbovenop. Ik denk dat dat een beetje de tactiek moet zijn. Ik ga ze straks gewoon één beurt gunnen. Ik ga gewoon bijna niks doen nu. Ik ga alleen maar schieten. Dan laat ik ze lekker op me afkomen. Kom maar, ik gun jullie. Doe jullie ding. Kom maar lekker naar me toe. Ja joh, kom maar allemaal. Ja, super. Ja, dichterbij. Nog veel dichterbij. Kom maar. Oké. Nu gaan we kijken of we iets kunnen doen. Dit kan volledig kamikaze worden, maar dat maakt niet uit. Rabbit Peach zorgt voor de backup. We gaan met Rayman gaan we vliegen naar een plek tussen iedereen in. Ja, en dan wil ik ze dus eigenlijk allemaal naar me toe lokken, maar dat gaat niet meer lukken. Daarvoor moeten we even een trucje misschien uithalen met Rabbit Mario. Of misschien wel met het hulpje van Rabbit Mario. Okay, eerst gaan we deze eens even tackelen. Ik ga op hun schieten. Kom eens eventjes deze kant op. Ja, dichterbij. Heel goed. Ja, goed zo. Oké, Rayman. Doe je wervelwind. Oh, ik had die vierde er eigenlijk nog bij willen hebben. Maar goed. Doe maar even tackelen. Zet maar eventjes alvast wat ploppers neer. We gaan even tackelen met Rabbit Mario. Ik kan zo nog wel een tackeltje doen. Maar nu ga ik eerst voor de schokken. Let's go! Ik hoop maar dat ze kapot gaan. Volgens mij overleven ze het allemaal een beetje. Ja, jongens, dat was natuurlijk niet de bedoeling, hè? Dat jullie dit allemaal gingen overleven. Oké, nou ben ik heel benieuwd of ik dit ga overleven. Want we staan echt op zo'n ongunstige plek. Op hoop van zegen, jongens. Nou, mijn hulpje, die gaat het in ieder geval niet overleven, denk ik. Die is wel de Sjaak. Ze gaan elkaar ook slaan. Dat is top. En dan ga ik iemand... Oké. Top, jullie gaan elkaar slaan en dan ga ik iemand schieten. Mijn hulpje, die is wel verdwenen nu. Oké. Nou, we zijn er redelijk genadig van afgekomen, moet ik eerlijk toegeven. We moeten nog 6 vijanden zien te verslaan. En na deze nog 5. Hoppakee. Oh, die leven nog. Oké. Ik wil jullie allebei met 1 schot verslaan. Kom op, gun mij. Gun mij dit gewoon. Kom op nou, jongens. Echt niet? Echt niet? Nou, in dat geval gaan we rocket schieten, hoor. Wat een idee. Kunnen jullie allemaal even uit het veld, alstublieft? Toppers. Dikke doei. Kunnen we deze verslaan? Deze zijn niet zo sterk hier volgens mij, deze vijanden. Oh, oké, nou ja. Misschien kunnen we samen deze nog even verslaan? Ja, oké, dat lukt. Die is ook weg. Mazzel. Oké, moeten er nog 3. Kom maar allemaal even een stukje dichterbij, jongens. Oh, je had ook gewoon Rabbit Mario kunnen schieten, hè? Ik weet niet, die stond voor je neus, vriend. Oh, achter mij kwam ook iemand. Die was ik even vergeten. 2 iemanden zelfs. Ja, daar gaan we eventjes geen aandacht meer aan besteden, hoor. Team sprong! Let's go, Rabbit Peach! Nog een team sprong! En jij ook, let's go! We moeten deze 3 even zien te verslaan met z'n drieën nu. Ja, deze gaat sowieso nog niet kapot, joh. Die is veel te sterk. Misschien als we ploppers neerzetten. Ga jij maar even schieten, Rabbit Mario. Jij bent de sterkste van allemaal. Eentje is verslagen, die andere komt op me afrennen. Die is ook verslagen. Lekker! Oh, en dan daarachter nog 1. Als Rayman die ook kan raken, dan is het klaar. Kom op, raak hem. Ja. Oh my god, hij mist. Oh, wat doe jij daar, joh? Ik had jou helemaal niet gezien, joh. Mafkees. Ja, en ik word wel door iedereen geraakt, natuurlijk. Nou ja, de volgende beurt nog 1 vijand. Gaat helemaal goed komen. Ik maak me niet druk. Ik ga in ieder geval even healen met Rabbit Peach. Dan zijn we voor de volgende battle weer allemaal vol. Dat is altijd top. Ja, en dan staan hier nog 2 achter te wachten. En dan is klaar. Wat ziek idee. Nou, uiteindelijk hebben we dit toch soepel gered. We zijn allemaal bijna full HP. We gaan allemaal naar niveau 9. Dat is top. Ja, we zijn wel zilver. Oké, we zijn geen goud. Nou ja, hè? Ik accepteer het. Maar hoe gaat het met onze populariteitstest dan? Oh, nog 3 streepjes. Nou, ook weer voor jullie gedaan, jongens. Zijn jullie blij? Ik heb met elk medium ter wereld gewerkt. En animatronics zijn de beste kunstvorm van ze allemaal. Oké, oh, dit zijn animatronics. Ja, oké, die krap. Ja. Ben je ook blij?
Oké, die is ook blij. Oké, dus dan hebben we deze kant lekker helemaal gehad. Hierachter ben ik nog niet geweest. Ja, en de lichten staan nog steeds niet aan. Dus even koekeloeren of ik zo een beetje door kan springen. We kunnen nu namelijk hier naartoe. Dan kunnen we via deze... Nou ja, ik hoop daarop. Nee, oké. Zie je wel allemaal munten. Oh, kijk, ja, dit is hier een trap. Hierboven. Dus dan gaan we hier springen richting dit scuba dive masker. Oh, het is gewoon een heel pak, joh. Super cool. En dan kunnen we hier vanaf. En er is hier een treinramp gebeurd. Oh, kijk, hier is onze maat. Jou ken ik nog. Mijn documentaire, tientallen jaren van onderzoek, stiptheid en werk aan de soundtrack. En nu dit. Ach, arme man. Hij had natuurlijk de Wiggler-trein gebouwd. En dit is een trein dan. We moesten de duistermisogen hier verslaan. Is dat een kwestie van kapotschieten? Het zijn er 5 zo te zien. Het is denk ik slim om deze sniper-meneertjes gelijk eens even te kapot te maken. 1 tackle. 2 tackles. Waren er nog meer sniper-meneertjes? Ja, hierachter is er nog één. Let's go, Rayman. Nog een tackletje. Misschien kun jij de sniper meneer slopen. Nee, gaat jou dat niet lukken? Dat is jammer. Misschien wel als Rabbit Peach ook even een jump doet. En vervolgens een tackle. Ja, kijk dan wel. Oké, cool. Sniper moet even weg. Go, 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 go. Dan mag deze ook gelijk kapot. Dat doen we met de hulp van de hulp. En met een beetje hulp van Rabbit Peach. Later. Ja, ik heb dus besloten dat we dit via de linkerkant gaan doen. We gaan over links. Lekker jongens. Lekker dit. Nou, daar hebben we Sniperman. Oh, die gaat... Ja, tuurlijk. Jij gaat weer voor Rabbit Mario. Rechts is ook Sniperman. Dat vind ik echt de vervelendste vijanden in heel Mario Rabbids, denk ik. Die snipermeneertjes. Hier hebben we Spookies. Die verblinden volgens mij mijn hulpje. Dan kan die volgens mij niet meer schieten. Oftewel, hij kan alleen nog tackelen. Nou, dan gaan we maar tackelen. Voor de rest kan die niks. Gaan we iedereen naar voren halen. Ah, dit is wel vet, hè. Ik blijf dit wel een leuk spel vinden, jongens. Oh, we moeten wel deze ploppers even meenemen. Die hebben we natuurlijk niet voor niks gebouwd. En zo. Misschien kunnen we wel trouwens een heel eind komen met de raket van Rayman, besef ik me nu. Rayman, ga jij maar even lekker een stukje naar voren. Dan gaan we straks alweer kijken hoe dit allemaal uitkomt. Oké, nou prima. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon proberen om met de raket de duisternisogen kapot te maken. Oké, dat lukt niet. Duidelijk. Dat trucje, dat gaat niet lukken. Jammer, maar helaas. Kunnen we wel de sniper slopen? Ik denk het wel. En, ah, die ontploft dan weer net niet ver genoeg. Oké, belangrijk denk ik dat Rayman eventjes deze vijanden uitschakelt. Ik bedoel Rabbit Mario. Ik bedoel helemaal niet Rayman. Lekker. Oké, deze vijand hierachter wordt uitgeschakeld. Toppie. En dan hebben we Rabbit Peachy. Die gaat die duistermisogen kapot maken. Misschien kan ik het ook wel met mijn schokgolven, besef ik me nu. Maar dat gaan we straks wel zien. Ik heb bijna al mijn abilities nog over, dus dit is helemaal goed. Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar voorlopig doen die vijanden vrij weinig, moet ik zeggen. Fijn zeg dat we allemaal zo lekker bij elkaar zijn. Oh, die raket werkte wel, volgens mij. Ik dacht dat die raket niet werkte, maar het werkte prima. Oh, dan hadden we echt al die duistermisogen al kapot kunnen maken, joh. Wat zonde. Nou, daar gaat nummer 3. Easy. Misschien gaat het zelfs deze beurt al lukken. Ik bedoel, als ik deze met Rabbit Mario kan doen... dan is dit nummer 4. En stel dat ik dus zover kan gaan komen, kan gaan vliegen... met Rabbit Peach, wat best wel eens zou kunnen... dan kan ik misschien nu al de laatste doen. Oh, dat haal ik dus net niet. Nou, dan wordt het de volgende beurt. Oh ja. Oh, nu maak je mijn Rabbit Peach zo dat ik niet meer kan schieten. Oh ja. Letterlijk, het scheelt 1 centimeter en nu gaan jullie zo moeilijk lopen doen. Oké. Jullie willen nog soort van een challenge voor mij maken? Ja, Rabbit Peach kan nu dus niet schieten. Nou, dan moet ik zorgen dat Rabbit Mario daarbij in de buurt komt. Dat ga ik doen door mijn hulpje hier te laten staan. En dan Rabbit Mario hopelijk hier naartoe te kunnen laten vliegen. Ja hoor, ja hoor. Dan doen we het wel gewoon zo. Hotseflots. Wegwezen. Dat kan ook. Gewoon lekker alternatieve maniertjes zoeken. Maar nu hebben we wel zilver. En ik denk dat komt doordat we de ene centimetertje tekort kwamen. Nog 2 streepjes. Alsjeblieft, meneer de conducteur. Graag gedaan, Matty. Oh, kijk, nu kan ik dit blok zo laten vallen. Maar wat we dus in het begin moesten doen, dat hebben we nog steeds niet gedaan nou. En dat is het licht laten schijnen op de set. Ja hoor, we zijn bij de grote badeend. Nu kunnen we het licht gebruiken en kunnen we de set eindelijk aanzetten voor hem. Hier begonnen we mee en uiteindelijk doen we dit als allerlaatste. Oh, 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 kijk uit, meneer de kleine Rabbit. Pas op. Daar zijn we. Wat is er aan de hand? Het licht is aan. Waarom vechten ze niet, zegt Rabbit Mario. Laten we maar even kijken wat er aan de hand is, zegt Beepo. Wat is er aan de hand, joh?
Eén klapje maar, zegt de filmregisseur. Je voelt er bijna niks van. Oh. De rabbit vraagt, waar is mijn stunt van? Wanneer is het veiligheidsgesprek? Ik heb niet eens bokshandschoenen. Ik denk dat Rabbit Mario wel wil vechten. Ja, kijk, hij stapt dan naar voren. Ik doe het wel. Ik heb het script niet gelezen, maar ik heb mijn eigen handschoenen. Oh, en Rayman die wil ook meespelen. Hij zegt, ik heb geen bokshandschoenen, maar ik ben snel, lenig en ik ben heel goed in het benenwerk. Rabbit zegt, benenwerk? Serieus? Nou ja, ik doe mee. Oh ja, Rayman die heeft natuurlijk geen benen. Xbox die sukkel zo de hoek in. Nou, weet je, dan pakken we deze ook nog even mee in deze lange video, wou ik zeggen. En hij begint gelijk met tackelen. Meneer, doe eens even rustig. Ik was gewoon nog aan chillen. Wat moeten we dan doen in deze boxring? Versla veerwoesters. Oké, is goed. Gaan we één voor één doen. De eerste die staat hier gelijk boven. Nou, laten we beginnen met deze te tackelen. Oeh, maar dit is ook wel een lekkere tackle trouwens. Hoppakee, daar raak ik ze alle drie. Ik denk dat het een goed idee is om deze drie eventjes gelijk te slopen die hier op een rij staan. En ik denk ook dat het een goed idee is om deze guy eventjes een beetje uit de weg te ruimen. Laten we deze naar buiten vallen. Hierachter staan nog een paar enemies. Kom maar nog een keer. Wat een idee. Die zetten we in de fik. Ja, dit is een goed begin. Dit is een prima begin. Ploppertjes erbij. Gooi ik even in de buurt van de rabbits. En eentje ter bescherming van Rabbit Peach daar zo. Let's go, hulpje. Schiet deze maar gelijk voor zijn moer. Wat een idee. Oh, hij heeft nog 1 HP over. Ik ga jou laten spetteren, vriend. Jij mag naar buiten spetteren. Dag. Doei. En een tackle erbovenop. Oh, dan gaat hij er weer buiten. Gaan we die daar achterin even verslaan, die bij mijn hulpje staat. Zo, dat zijn er al 2. Perfecte beurt zo. Zijn er nog 2 over? En, dit gaat denk ik niet goed voor mijn hulpje. Auw, ja, die is kapot. Oh, ga jij dan hetzelfde trucje straks doen bij Rabbit Peach? Nee, want dan krijg je de kans helemaal niet voor. Oké, in deze beurt moeten we eigenlijk die andere 2 even uitzien te schakelen. Go Rayman! Dus even kijken of Rabbit Peach met deze kan dealen hier achterin. Door Donkey Kong erop te gooien. Let's go Rabbit Konky! Vliegt hij er buiten. Ja, dit gaat wel goed komen. Dan gaan wij proberen om deze te verslaan. En deze wordt wel moeilijker, denk ik. Oeh, maar ik raak hem wel goed. Ploppers maar even neerzetten. Elektriciteit doet niet zo heel veel. Beetje jammer. En ik ga hem ook niet kunnen slopen. Want ik kom er net niet bij. Maar misschien als ik hem 2 keer kan tackelen nog wel, dat het dan net wel lukt. Dat zou heel lekker zijn. Of zo. Ja? Ja, lekker. Rabbit Peach kan deze dan kapot schieten. Oeh, dit hebben we goed gedaan. Dit ging soepel. Wij hebben even voor een mooi gevecht gezorgd hier, hoor. Hotsevlot. We hebben een gouden prisma. Wat kunnen we met gouden prisma? Hey, zijn we al mega populair nu, of niet? Alsjeblieft, laat ons mega populair zijn. Ja, lekker! Met het stijgen van de kijkcijfers stijgt ook mijn macht. Om geldschieters binnen te slepen en de grote baas te interesseren natuurlijk. Oké, wat is hier de bedoeling van? Hij voert iets in zijn schild. We hebben het gouden prisma bemachtigd. Oh, en dan kunnen we de Spark-sectie natuurlijk ontgrendelen bij Rabbit Mario. Lekker! Ja, volgens mij was dit alles hier in de controlekamer, voor zover ik kan zien. Dus deze hebben we ook weer uitgespeeld. We gaan lekker. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Mazzel!